Roy Bouk, het was een gefeliciteerd. Het was een heel aparte wedstrijd met alle weersomstandigheden die we kunnen wensen. Ja, dat klopt, hè, als je. Nou, het valt nog mee. Ik heb ze natter gezien. Lekker, jongen! Lekker! Beetje dubbelkampioen, want de tegenstander heeft het ook laten afweten, of de concurrent. Ja, dat klopt. Bergendijm, onder de wedstrijd wisten wij natuurlijk al dat ze achter stonden. En ook op een gegeven moment dat ze verloren hadden. Dus ja, we waren eigenlijk kampioen. Maar het is wel mooi dat we eigen kracht natuurlijk doen. Ik vond dat jullie echt heel veel beter waren. En ik vond het middenveld veel beter bespeeld dan vorige week. Wat vond je er zelf van? Ja, klopt. Ik ben met jou eens. Heel goed tussen de linies. En pak heel goed de vrije man gevonden. En ja, je ziet de doelpunten ook wel. En in principe waren we gewoon een hele goede wedstrijd gespeeld. Ondanks dat het kampioenswedstrijd is, die zijn meestal slecht. Maar vandaag was die echt wel goed. Ja, van de zenuwen was helemaal niks te merken. Ik heb er niet veel van meegemaakt. Alleen dat die tas vergeten was voor die tijd. Misschien dat daar iets mee te maken had. Maar ja, die jongens waren volgens mij. Ik hoorde net om 5:30 gaan dansen in de kleedkamer. Dus de spanning zat er volgens mij niet meer op. Dus dat kon je wel zien. We begonnen ook goed. En met mij zijn geen momenten een probleem geweest. Ja, op hetzelfde geld last hij hem af, hè? Ja, je hebt zelf ook gezien wat er lag. En gelukkig in overleg met Hellendoorn hebben we wel die wedstrijd uitgespeeld. Want anders moet je hier door de week weer naartoe. Maar de lijnen die waren ze goed vrijgemaakt. En het veld werd op een gegeven moment wel weer goed bespeeld. Dat heb je zelf ook gezien. Dus je kon hem gewoon gelukkig uitvoetballen. Nu naar de toekomst, wat doen we? Ik ben er zelf niet meer. Ik ga naar La Première. Ja, er zijn wat dingetjes voorgevallen. Dat zal nog een keer te sprake komen. Ik wil wel één iemand noemen die mij verschrikkelijk genaaid heeft. Dat is meneer Tino Stoop. En ja, nou, dat is gewoon diep triest dat mensen jou op zo'n manier terug willen pakken. Maar ik wens PA heel veel succes. Ik kom ook zeker terug. Ik heb het ook fantastisch gedaan, maar ook namens door de groep. Dus ja, ik ga met een opgeheven hoofd door de voordeur weg. En dat is niet meer om te keren? Nee, dus dat heb ik voor de rest niet meer. Dus het is gewoon heel diep triest geweest. Ik mocht volgend jaar wel weer beginnen. Maar met mijn privé situatie wordt het gewoon heel lastig. Dus ik moet gewoon weg. Daar komt het op neer. Door iemand anders, om zo maar te zeggen. Wat word je daar? Trainer van het eerste? Ja, gewoon hoofdtrainer. We kunnen in ieder geval mooi opbouwen. En daar ben ik ook wel een trainer voor. Dat heb je bij PA ook gezien. Ik heb dat bij Sportlus gedaan. En ja, dit is genoeg mogelijk. En anders stap ik daar ook niet in. Met alle respect, ik ga niet naar clubs waar helemaal niks mogelijk is. Dus en bij dit is wel wat mogelijk. En ik kan ook wat opbouwen. En dat is het belangrijkste. Maar nu gaan we eerst feest vieren. Daar was ik nog wel in van plan. Dus ik laat de fiets staan, ik laat me wel halen, dus het komt allemaal wel goed. En ik denk dat ik samen met de jongens een mooi feestje van maak, maar dat komt wel goed. Oké. Okay. Nogmaals, even zitten.